benefit of the site. You don't do it, you might have taken, yeah. Dat is wel leuk. Ik merk dat dit scherm is redelijk groot. En hij is natuurlijk, des te groter het scherm, des te minder nauwkeurig die is. Maar ik heb een andere animatie klaargezet, wat wel heel erg leuk is. Om te laten zien wat je ermee kan. Dat heb ik uiteraard ook niet gemaakt, ook heeft duidelijk. Lijnwerder is een programmaatje waar je tekeningjes kan maken. Lijnen kan trekken, lijnspel, zodat je bergen uit kan tekenen. Als je een sleetje gaat overheen rijden. Dus je moet proberen een leuke ding te pakken. Nou, je kan hier je toeltjes pakken. Je pakt je pennetje, of je pakt je handje. Nou, dat doe ik best wel. Je pakt je pennetje en dan ga je lijntje trekken. Dus dan heb je een soort visueel waar je het enige wat je voor nodig hebt is een remote. Dit programma's dus. En ja, het werkt nu alleen op Windows, maar dat gaat niet veranderen. En je hebt een Bluetooth adapter nodig. Dat kost bij elkaar niet direct veel. Maar dan kan je dus met goede omstandigheden kan je een redelijk goedkoop whiteboard maken. Nou heb ik het gevoel dat mijn gaat eraf tikken, dus ik doe het even opnieuw. Wacht, ik kan een smartboard. Nee, dat is niet. Ik ga even opnieuw. Het gaat in de tijd ook niet om dat ik dat ding zou betekenen. Het gaat erom dat ik natuurlijk. Het gaat in feite om dat je met je pennetje nu je computer kan doen. Dat is natuurlijk heel grappig. Je kan het op een klein scherm en je kan het ook direct. Je hebt geen